Ja, mijn naam is Martin Jan van Maurik. Ik ben geboren in 1943 in Ravenstein. Ik woon hier waar ik nu woon sinds 1971. Was beroepshalve geen archeoloog, maar wel hoogleraar notarieel recht en notaris. En het ander heeft ertoe geleid dat ik wel altijd heel veel belangstelling heb gehad voor historie. Ik wilde een zinkput aanleggen bij dat tuinhuis hierachter. En toen stuitte ik op een eengesloten metselwerk. En toen ging mij een licht op, want ik had al eens vaker problemen gehad met een paal die de grond niet in wou omdat er stenen lagen. En toen dacht ik plotseling, ho, dat zou wel eens bij elkaar kunnen horen. Het zou wel eens iets heel bijzonders kunnen zijn. En ben vervolgens gedurende, ik denk, een maand of 8-9 aan het graven gegaan. 4 meter diep en toen vond ik inderdaad de zogenaamde poterne, dat is een ingang van een vestingwerk. Toen heb ik de autoriteiten op bezoek gekregen en die waren in plaats van complimenteus, waren die buitengewoon boos. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Zij zeiden dus dat ik hier in strijd met de wet aan het handelen was, hetgeen ik overigens wel wist. Maar ik denk, nou ja, ik heb zoiets moois gevonden, misschien dat ze me dat willen vergeven. Maar vergiffenis kenden ze niet. Ze zeiden alleen maar, dit moet terug in de bodem. Dit moet bodemarchief blijven. Toen zei ik nog, en weet u dan, meneer van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, het was 1987, hè, 88, weet u dan wel wat het is? Nou, zei hij, dat weten wij wel, wij hebben het nagekeken, het is een bastion van Mars uit de 17e eeuw. Ik zeg, nou, ik denk van niet. Want die bastions uit de 17e eeuw waren van aarde. Ik zeg, dit is van steen. En het ligt ook nog onder de grond ook nog. Maar ik heb toen toch met ledenoog, met veel moeite besloten om het dicht te gooien. Wat zij dus wilden, bodemarchief. Maar ik heb toen wel gezworen ter plekke dat ooit een dag zou komen waarop de wraak vreselijk zou zijn. Zodat ik altijd dacht, ooit moet jij nog aan de slag met jouw nieuwe schop. Nou, ik heb die nieuwe schop in 2011 gekocht en ben verder gegaan. Uiteindelijk was de conclusie, dit is de toegang tot een kazemat. En een kazemat is een ruimte waarin een kanon wordt opgesteld. En toen we dat ontdekten, toen was de weer helemaal los. Want toen kende het enthousiasme geen grenzen meer. En de bierconsumptie trouwens ook niet. En toen waren we zo overmoedig geworden dat we eigenlijk zeggen, nou kan iedereen komen wat hij wil, maar dit gaat nooit meer dicht. En ze hebben het gewoon helemaal mis. Het is een heel iets anders dan een vestingwerk uit de 17e eeuw. Het is een veel ouder vestingwerk wat onder het bastion uit de 17e eeuw lag. Een stenen vestingwerk naar oud-Italiaans model. En dat was heel bijzonder omdat dat in Nederland nergens meer te vinden is. Misschien zelfs in heel Noordwest-Europa niet. Ja, je ziet natuurlijk hier de geschutskelder, zie je nog. Je ziet aan de andere kant een deel van de kazemat die met glas is overdekt. En je ziet dus daar achter die kazemat de ingang van de kazemat. Verder zie je hier dus het grondwerk, is natuurlijk ook van belang. Je ziet hier de zogenaamde oreille, hier links van die bult grond hier. Dat is, diende dus om te voorkomen dat je van buitenaf kon schieten in die kelder en daardoor het schieten onmogelijk zou kunnen maken. Dus die wallen die hier zijn aangebracht, die ook symboliseren, aangeven hoe dat er hier uitgezien heeft ongeveer in 1509. Mijn band met Ravenstein is, omdat ik hier geboren ben, heel sterk, maar ook omdat ik hier mijn hele leven lang heb gewoond. En ik ben sterfelijk. Tenminste, dat wordt algemeen aangenomen dat ik misschien over een jaar of 10 er niet meer ben. Alleen het leuke is dat als ik er niet meer ben, is het vestingwerk er wel. En dat is ook het belang van erfgoed. Hè? Erfgoed overleeft de mens. Hè? Ik ga dood, maar als ik dood ben, ligt hier nog iets wat ik heb gecreëerd. En je kunt, kijk, mensen kunnen muziekstukken creëren, mensen kunnen boeken schrijven. Mensen kunnen ook iets doen ten behoeve van het erfgoed. En ik heb toevallig het geluk gehad, dat in mijn tuin dit ligt. Dat ik het zelf heb ontdekt, dat ik het zelf heb ontwikkeld. Daar hoef ik eigenlijk geen complimenten voor te hebben, want ik ben ontzettend blij dat ik het heb kunnen doen.